Ik heb hier een mooie bos bloemen bij me. Voor een hele mooie, hele lieve, leuke zangeres, Edcilia Romley. We zitten hier in het chique Amsterdam-Zuid. En ze woont hier. Ja! Hey! Oh, klein hondje, klein ja, hondje. Ja, kom mee, kom mee naar buiten, kom. Dag, lieve schat. Hey. Hoe is het? Ja, goed. De mooie buurt hier. Ja, op chic, hè? Op chic. Nee, kom. Kom, hondje, kom, kom hondje, kom. Kom naar binnen. Nee, naar binnen. Lenny, naar binnen. Nou, luistert goed. Echte popster, echte popster. Het gaat allemaal niet. Hey. Ja. Dat heeft nog nooit iemand gedaan voor mij. Ah, ja, inderdaad. Gefeliciteerd. Wat lief. Ja, nee, mijn dochter was jarig en we hadden nog een feestje. Ah. Dus gisteren was alles nog hier vol fruit en allemaal chocolade, fontein en dingen. Maar, hoe oud is ze geworden? Zes. Ja, zes jaar. Dus, wij hebben ook een van zes. Ja, dus, leuk hè, is dat. Leuke leeftijd. Ik heb een bloemetje voor je mee. Wat mooi. Dit zijn hele mooie bloemen. Ja, oh, hier ja. Hou ik van. Ja, ja echt, dankjewel. Uit de Jordaan. Uit de Jordaan. Maar we zitten nu hier in het chique Zuid, hè? Ja. Hoe lang woon je hier in dat mooie huis? 9 jaar of zo. 9 jaar? 9 jaar, ja, ik lig er tegen. Wow. 9 jaar. Maar jij komt oorspronkelijk uit Lelystad, hè? Ja, ja. Ja, ja. Oh, dan weet je dat goed. Ja, ja. Ja, ja nee, ja, ik ben daar opgegroeid. Ik ben er niet geboren. Mensen denken dat ik er geboren ben, maar ik ben er opgegroeid. Curaçao geboren? Nee, ik ben in Amsterdam geboren. Ik ben de enige. Mijn broer en mijn zus zijn op Aruba geboren. Op Aruba? En oh, ja. Mijn moeder komt van Aruba en mijn vader Curaçao. Dus Amsterdam. Maar kom je daar nog vaak? Nou, ik heb er de laatste tijd veel opgetreden, zeg maar. Als ik daar, werd ik geboekt om daar op te treden. Ja. Maar daarvoor, toen ik nog heel jong was, toen hadden we al vakanties en zo. Zomervakanties gingen we naar mijn tante in Curaçao. Ja, lekker. Ja, of Sint Maarten. Wij hebben ooit nog eens een Cor op reis programma hebben gedaan. Oh, wanneer heb je dat weer, Cor? Ja. Wanneer? Oh, dat was wel geweldig. Ja. Met dolfijnen. Ja. Oh, ja, dat hebben we nog gedaan. Ja, dat is echt superleuk. Dat je dat nog weet. Ja, natuurlijk. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Ook alweer heel lang. Maar jij bent nog hartstikke jong. Maar ik zat toch even net in de auto, zat ik even jouw bio te lezen. Maar jij was... Toen dacht je, wat ben je oud? Nee, maar ik was echt verrast. Jij deed in 1998 mee met het Songfestival, ja. Hè? Was je 20? Ja. Ongelooflijk. Ja, schattig, hè? Ik was heel lief. Maar hoe was dat voor jou? Dat was natuurlijk er komt er zoveel op je af. Ja. En als ik nu kijk, dan denk ik, jeetje mine, dat ik er toen zo nuchter en heel suf in stond. Oh ja, misschien wel beter ook. Ja, ik was heel erg bezig met eigenlijk wat er om me heen gebeurde. Ja. Ik genoot daar heel erg van. De groep waar we mee waren en het orkest. En, ja, ik was eigenlijk... heel chill. Dat is eigenlijk heel gek, maar ik was heel chill. Nou ja, maar dat is misschien de beste houding, toch? Ja. Maar ik vond het wel superleuk. Het was een hele mooie ervaring. En ik zing natuurlijk heel veel Hemel en Aarde nog steeds. Dus ik heb dan heel vaak nog die gedachten en herinneringen aan toen. Dus leuk, hè? Leuk. Zou je het nog wel eens een keer willen doen? Nee, ik denk dat ik heb het nu 2 keer gedaan. Ja. In 2007 ging ik weer. En toen was ik wat ouder. Ik was wat meer bewust van wat ik wilde. En dat hadden we allemaal echt gedaan zoals het moest zijn. Het was helaas niet heel hoog geëindigd. We hadden toen ook geen factuur. Het was allemaal dingen waarvan ik dacht, jammer. Ja. Maar het was ook toen weer heel erg gaaf. Maar ik denk dat ik echt gek zou zijn als ik nu weer zou gaan. Dat de mensen denken, heb je nou echt niks te doen? Nee. Ik denk dat de tweede keer was te gek. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Maar het was prima zo. Er zijn wel heel veel deuren voor jou open gegaan inmiddels. Ja. Ja, je bent nog steeds hartstikke jong, maar je hebt al zoveel gedaan, joh. Het is gek, hè? Ongelooflijk. Ja, ik sta er niet zo bij stil, hoor, maar mijn moeder heeft veel bijgehouden. Ja. En is wel eens een moment geweest dat ik een paar dingen terug heb gekeken. Want je had toen heel veel programma's op RTL 4, en ik had toen de tijd wel bijna elk programma gehad. Dat zat je gewoon in. Te grappig, en ook nog in een tijd waar echt... Ja, het was gewoon... Ik heb echt veel leuke dingen gedaan. En ik ben ook echt blij dat ik het in die tijd heb mogen meemaken. Want nu is alles zo anders. En, ja, wat is er, wat nou is ja, er anders? Televisie is ook anders. Alles is heel erg digitaal. En ja, ik vind het zo leuk dat wij nog platen, singeltjes, platen hebben meegemaakt. En de cd'tjes, die zijn er ook bijna over. En, wat doe je allemaal op dit moment? Nou ja, ik ben eigenlijk afgelopen jaar, want we zijn nu in 2019, hè? Het gaat zo snel. Ja. Begin 2019 had ik de Ladies of Soul. Ik had mijn theatertour, wat ik in mei heb afgerond. Had ik een pauze ertussen, want toen ging ik met de Ladies of Soul verder. En dus toen heb ik mijn tour afgerond. Ik heb de Passion had ik gedaan. Oh ja, Maria.
bij? Oh, dat vond ik zo spannend. Het was echt een bevalling, passion. Hoewel, het was echt super tof. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, maar ik vond het zo spannend. Het was echt iets wat ik echt zo spannend vond. Ik heb het ook 2 jaar gedaan, hè? Met de eerste 2 jaar. Ja, spannend. Heel spannend. Het is niet normaal, het is gek. Want als je daar pas bent, dan besef je eigenlijk hoe groot het is en hoe veel mensen daaraan meewerken. En hoe Maar goed, dus dat heb ik toen ook afgerond. En It Takes Two heb ik voor het eerst in de jury gezeten van het programma It Takes Two. Ja, hoe vond je dat dan? Ja, dat vond ik ook weird, want ik had zoiets van, ga ik nou iemand vertellen hoe of wat? Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het echt leuk. En dat programma, iedereen weet dat het gewoon iets is voor de fun. Je doet het omdat je het leuk vindt. En kandidaten worden altijd wel fanatiek, hè? Dus je moet altijd wel een beetje En ben je daar streng? Of? Nee, ik ben meer van, ik haal graag het positieve uit dingen. Ja. En ik probeer mensen eigenlijk een soort van iets mee te geven waar ze wat aan hebben voor de volgende keer. Ja. Ladies of Soul, komt dat weer? Nou, die datum is al weg, daar balen we een beetje van. Oh. We doen normaal op 13 februari, 14 februari. Rond Valentijn. Ja, en Ziggo Dome, die data is al gepakt. Dus wij moeten even kijken hoe we het gaan doen. Maar wij willen zeker nog het gekke show neerzetten. Ja. Hoe dan ook. Heel succesvol. Wat is nou volgens jou de reden van het succes? Het is heel verzorgd in elkaar. Het wordt, ik bedoel, of je er nou niet van houdt van de muziekstijl. Het is heel verzorgd. Je ziet de band, orkest, dansers en de zangeressen die zo verschillend zijn. Die samen toch heel mooi een goede eenheid vormen. We hebben elkaar niet nodig. We hebben allemaal losse carrières. Ja. Dus we doen het echt voor de fun. Nou, dat zie je, hoop ik. Dat je echt ziet dat we daar allemaal gewoon plezier in hebben. En het repertoire, ik bedoel, de liedjes die we doen, dat zijn echte soul-liefhebbers, pop, soul, R&B. Die komen allemaal voorbij. En heel veel soul-klassiekers, die hebben nu een soort herinnering die meebrengt. En dan iedereen, weet je nog toen? Dus je ziet heel veel blije mensen in de zaal. Echt, en alle soorten culturen door elkaar heen. Maar jij zingt niet alleen soul. Jij zingt ook sowieso Nederlands natuurlijk. Ja. Maar ook, en dat vind ik zo geweldig, want dan ben ik zo fan van het repertoire van Barbra Streisand. Ja. Wat heb jij met Barbra Streisand? Nou ja, Barbra Streisand, eigenlijk keek ik vroeger naar de films van haar ook. Ja. Hè? Ze was ook een goede actrice. Nou. En die vrouw die spreekt eigenlijk al zoveel met haar ogen eigenlijk. Ja. Die vrouw hoeft niet eens te zingen. Maar ik heb ook met Liza Minnelli en Barbra Streisand, dat waren de artiesten van vroeger, dat ik echt naar films en musicals en dingen op tv, daar leerde ik gewoon heel veel van. Het vertellen, zingen, het pure, weet je wel, die vrouw, die geloof je gelijk, als zij, wat zij zingt, ik hou daarvan. Goed. Zou je er wel eens willen ontmoeten? Barbra Streisand, natuurlijk. Want weet je waarom ik dat vraag? Ja. Ik heb al voor mezelf al jaren zo'n droom in mijn hoofd. Eigenlijk een wens van, dat lijkt me dat toch geweldig. Als me dat toch zou lukken in mijn hele leven. Dat ik 1 keer op zoek naar Barbra, dat ik 1 keer een liedje met haar wil. En mijn favoriet liedje van haar is The Way We Were. Ja. En dat zing jij ook. Prachtig. Nou, dus lief. Eigenlijk als aanloop naar dat idee, dan ga je met me mee. Hè? Als ik een afspraak kan maken met dan ga je mee. Ja, dan huppel ik erachteraan. Ja, nee, zeker. Dat staat. Ja, nee, zeker. Dat is een prachtig nummer. Ja, en het mooie ook is, Gladys Knight heeft dat gecoverd. Ja. En ik ben natuurlijk een vreselijke fan van Gladys Knight. En die heeft dat ook, dat vertellend zingen. Dus Barbra Streisand, Gladys Knight. Nou, zo moet je doen? Ja, graag. Na aanloop. Not my bro. On the piano. Yeah. Memories like the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Of the smiles we left behind, smiles we gave to one another, of the way we were. Every line, and if we had a chance.
again. Tell me, could we, should we, memories may be beautiful and yet what's too painful to remember? We simply choose to forget. So it's the laughter we will remember, whenever we remember the way we were. Yes. Remember the way we were. Ah, wat zing je toch weer mooi? Nee, dankjewel. Echt super. Dankjewel. Oh, you're welcome. Nou, oh. Bedankt, ik ga weer weg. Nee, nog een liedje, nog een liedje. Nog een liedje, oké. Okay. Zo mooi, super mooi. Bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende week. Doei.